staan hier voor de pitbox van Toro Rosso. Links is de pitbox van Carlos Sainz. En rechts is die van Daniel Torpedo Kvyat. Gaat hij vandaag weer een streek uithalen? We gaan het zien. Het is maar goed dat we ze ontslagen hebben. Maar wat moeten we nu? Ik weet het! Hoi! Ajoe. Nice. Oh, hé, hey, waar komt ie? Ah! Mijn neus! Hallo, met Frans. Wat zeg je? Sorry. Frans Bauer! Nee, Frans Tost van Toro Rosso. Oh! Wat ben je nou? Ik heb je eigenlijk nodig nu. Zo nodig? Nou, het zit zeg maar zo, we hadden zeg maar sinds ik Fiat. Alleen ja, die gingen iedereen torpedo en dat kunnen we natuurlijk niet hebben, dus die hebben we meteen de laan uitgestuurd. Maar ja, we hebben natuurlijk wel twee andere coureurs nodig. En toen dachten we meteen, dan pakken we Verstappen en Ricciardo. Maar ja, dat mag gewoon weer niet. Dus toen kwamen we bij jullie uit, want wij dachten, ja, onze missies zijn toch ontslagen bij Ferrari, dus die hebben we vast op bijt. We zijn helemaal niet ontslagen, we zijn gewoon daar weggegaan, want dat was gewoon niet goed. Goed, dat doet er even niet toe. We hebben namelijk twee stoeltjes vrij met Toro Rosso die meteen opgevuld moeten worden. Jullie moeten meteen naar de fabriek komen. En ja, het is misschien wel een mindere auto, maar ja, misschien als jullie presteren, kunnen we wel wat regelen. Mag het? Dan ga ik. Dus eigenlijk wat je wil zeggen is dat wij voor Toro Rosso moeten komen rijden. Nou, dat is zeg maar wel het idee, want anders hebben we geen coureurs en dan moet ik zelf gaan rijden. En ja, je weet al hoe dat afloopt. Ja, we weten wel hoe dat afloopt. En om jullie over te halen, kunnen we natuurlijk ook gewoon een bedrijfsfeestje organiseren. Zelf als Red Bull? Ja, natuurlijk, we horen bij Red Bull, hè. Ja, daarom. Dat is wel gunstig. Daar ben ik op zich nog wel voor in. Ook al heb ik nu vakantie, ik zit gewoon lekker te chillen en onderbreek jij mij nu op mijn vakantie. Ik bedoel, ik zit gewoon frisbees te vangen. Maar ja, die worden niet goed aangegooid, dus wat dat betreft heb ik dan ook weer niet zoveel te doen. Sorry! Dus op zich kan dat wel dan. Ik heb maar één arm! ik ga wel even ons bellen. Oké, dat is goed. Oké. Hey, Frans? Ja, doei! Doei, hè. Nou, dan ga ik even Jos maar even bellen en zo. Tomme! Lekker zeg. Ja, wat? Hey Jos, mijn Mitch. Hallo Mitch. Hey. Ja, ik had met Frans aan de lijn. Wie, Frans Bauer? Nee, niet Frans Bauer, Frans Tost. Oh. Weet je wel, die de man van Toro Rosso. Ja, van Toro Rosso weet ik wel. Nou ja, hij vroeg dus aan ons zo van, we hebben ook veel op de zee, want die zijn beu. Want als ik geen coureur, dat moet ik dan mezelf doen. Maar ja, weet je hoe dat gaat en zo, je kent Frans. Wat zegt hij? Dus hij vraagt aan ons, willen we samen van Toro Rosso rijden? Dat we voor het met Toro Rosso gaan rijden? Ja, kom op zeg. Dat is wel een beetje een stap terug. Maar ja, oké. Okay. Dan ben ik nog wel op vakantie, hè? Ja, ik ben dus ook nog op vakantie. Hé, wacht even. Er zit zon tussen mijn tenen. Godverdamme. Wat zou je nou? Maar ja, hij wil dat we nu naar de fabriek komen om gelijk te testen en om ons stoeltje te gieten en zo allemaal. Dus we moeten gelijk aan de bak, zeg maar. Nu meteen. Ja, nu meteen inderdaad. Dus ik pak over 2 uur mijn vlucht terug. En dan, dan ga ik naar de fabriek toe. Kun je waar jij ondertussen bent? Oh, maar dat is helemaal niet erg. Dan zie ik jou op de fabriek zo meteen. Want ik zit voor een bluescreen. Dus wat dat betreft maakt niet uit. Ik zie je zo. Oké, tot zo dan. Doei. Kom erin! Hey, frisbee. Hey Jos, ja alles goed hoor, maar we moeten wel even snel naar binnen, want we moeten echt even die stoeltjes gaan gieten, anders wordt Frans daar boos, hè? Daar moeten we niet mee. Oh ja! Let's go dan. Met motor. Is dit dan de fabriek? Hey, doe de deur eens dicht! Het trekt meteen andere sokken aan. Oké, Frans. Rustig aan. Sorry, Frans. Die mogen nou al vissen, man. Ja. Dat wordt wel hoor, dit seizoen. Echt, hè? Nou, wat zin in. Ah nee, dat was een grapje, man. Ik heb echt super veel zin in het nieuwe seizoen. Bredere auto's, veel met downforce.
wordt sowieso hogere snelheden bereikt. Dus wat dat betreft is dat wel heel erg cool. Jos, what the fuck ben je aan het doen? Ik ben alvast mijn stoeltje aan het gieten. Maar de persconferentie begint zo. Dus Frans wordt fucking boos als wij te laat komen. Dus opgieten. Ah ja, persconferentie. Ja, laten we het doen, laten we het doen. Hallo, wij zijn... Nee. What the fuck nou? Ja? Hallo, met Frans. Frans Bauer! Nee, Tost. Ah, nee. Alweer Tost. Persconferentie man. Ja, we zitten al in de persconferentie. We zijn net bezig. Ik geloof er niks van. Je staat daar! Oh ja, inderdaad. Jonge, jonge man. Doei. Nou, doei. Wel wat terug als je Frans Bauer hebt. Jonge, jonge. Heb ik toch niks aan. Zijn die nou ook dat we onze verkeerde shirt aan hadden ofzo? Is dat toch wel van Red Bull? Ja, er is toch één organisatie, zeg maar, die dit organiseert. Je hebt geen geld om anderen te kopen. Het is persconferentie, ja. Dat zijn mensen die vragen stellen dan. Oké, okay, jongens, wat vinden jullie ervan dat jullie dit jaar bij Toro Rosso rijden? Nou, in principe had ik liever gehad dat Red Bull zelf had gebeld, zeg maar, Christian. Dus toen dacht ik meteen bij mezelf, why? Weet je wel, we gaan in ieder geval van Mercedes naar Red Bull, naar Ferrari, naar Toro Rosso. Hoe is dat nou weer van volgorde? Dat doet alleen Kwiat. Ja, en daarom rijdt hij nu ook niet meer. Wij dachten van, nou ja, weet je, om dan toch nog maar even te bewijzen dat het ook anders kan, zullen wij Kwiat gewoon het tegendeel bewijzen en onszelf op een andere manier torpedoen, maar dan weer terug naar de top. Wow, dat is echt een vette manier om dat te beschrijven, man. Bedankt. Graag gedaan. Toen zijn Frans allemaal van, ja, bij Red Bull hebben ze allemaal Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Dus laat maar zien dat jullie ze kunnen verslaan. Dan hebben jullie misschien kans om zelf een keer de weg naar omhoog te bewandelen. Ja, dus dat gaan we doen. Volgende vraag. Hoe was jullie vakantie? Hoe een vakantie was? Best leuk. Alleen de zand tussen mijn voeten was wel een nadeel, maar dat heb je op het strand. Hè. Ik ben ook, ik heb ook al 5 vakantie gehad. Ik bedoel, ik heb op het strand gezeten ook. Een beetje Pokémon Go gespeeld. Ah, was lachen. Dan gaan we naar een vraag van Frans. Denken jullie dat jullie serieus aan de slag kunnen gaan, ondanks dat jullie in een minder team rijden dit jaar? Nou Frans, ik denk dat daar geen enkel probleem moet zijn. We zijn allebei professioneel genoeg. Je hebt gezien het personeelsfeestje, dat er gewoon makkelijk kan. Jij vraagt je af of dat wij professioneel genoeg zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste paar races van vorig seizoen. Dan kan er geen twijfel over bestaan dat wij gewoon hier thuis horen. Vooral de laatste was heel goed. Ja! Ja, daar hebben we echt wel laten zien wat te kunnen. Jullie hebben dit jaar 2 nieuwe engineers, Walter en François. Hebben jullie ze al leren kennen? Ja. Ja, ik zag hem net bij de koffieautomaat. Echt een klootzak. Ja, ik moet zeggen dat ik wel dacht van, oh, ja, oké, okay, moeten we hiermee echt... boordradio's gaan doen. Maar op het eerste ogenblik zag het er gewoon kut uit. Dus Hey, willen jullie een keer gaan voetballen misschien? Nee, wij voetballen niet. Hoi, met Sean. Johnny! Ik zit te wachten op je. Yo, kom eraan. Tot zo. Zeg tegen Wesley Sneijder dat hij niet meer in de persconferentiezaal mag komen, want we gaan niet voetballen, man. Tjonge, jonge man. Oh, nou, dan zie ik je wel weer op het circuit, hè? Ja. Ik zie je daar dan. Maar Jos, is dit dan ook het einde van de trailer, of niet? Nee. Nou gaat die man, die gaat allemaal vaak shit roepen over volgend seizoen en alles. Oh ja, dat is altijd mijn favoriete stukje, hè? Wat wordt jouw favoriete stuk in het nieuwe seizoen van Jos vs. Mitch? De nieuwe auto's. Ja! Vettel. Nee! Johnny. Hoi, mijn naam is Johnny. Ik ben de grote baas bij Red Bull. Maar daar is toch Dieter Matenschitz? Hou je muil, Jos. Dit is een fictieve serie. Echt? In ieder geval ben ik motherfucking rijk. Dus ik kan alles regelen wat je wilt. Als je bijvoorbeeld spaghetti wilt, laat het maar weten. Ik fix het. Nou ja, na vorig seizoen zit ik er niet echt op te wachten. Oké, prima. Ik heb nog wel een verrassing voor jou, Mitch. Maar daar kom ik op terug naar Monza. Later. Later, Johnny. Een nieuw seizoen. Een nieuwe challenge. Dezelfde manager. Verdomme mensen, zit je nou weer in mijn kantoor? Ja, dat zie je toch. Dat boodschappenlijstje dat je gemaakt hebt? Nou, daar hebben we dus helemaal niks aan, hè? Check dit. Hoezo? 5 kilo bloemkool, 7 stronken broccoli. Ja, flikker op man, dit was niet mijn idee. Dit slaat nergens op. Hier heb je een nieuw lijstje. Ja, maar Emma, dit is veel te weinig bloemkool. Niks mee te maken. Je gaat nu terug naar de supermarkt, verdomme. Ja, maar dat lijstje was voor Walter. I don't give a shit. Ja, maar ik zeg maar wel. En nou wegwezen uit mijn kantoor. Oké. Kan Jos zijn titel verdedigen? We vragen het zijn engineer. De
De hoed hangt er vanaf, hè? Waar vanaf? Hoe vaak hij uitvalt. En wat gebeurt er dan? Dan rijdt hij in de muur of zo. En hoe noemen we dat? Vervelend? Nee. Crashen. Ja! Je wilt gewoon een crashcompilatie, hè? Ja, hou je muil nou maar. Seizoen 5 in Formule 1 2017. Hey Walter, ik heb hier boodschappen, man. Haha, broccoli! Binnenkort op GPP. Wat zit je nu te staren, Frans?